Het werk in de mijn Laura in Egelshoven ligt stil. Er draait geen machine meer, er reed geen trein meer, er is op de terreinen geen sterveling te bekennen. Hoog tegen de zoldering van de waslokalen hangen kleren en laarzen verlaten heen en weer te schommelen. Gelukkig is er niets ernstigs aan de hand. Integendeel, de Laura bestaat 50 jaar en viert feest. En de mijnwerkers drinken op deze dag in de tuin van het hoofdkantoor een borrel, roken een sigaar en halen herinneringen op. Egelshoven, dat dankzij de Laura in die 50 jaar gegroeid is van een dorpje van 600 zielen tot een industrieplaatsje met meer dan 5000 inwoners, viert het feest mee. De mijnwerkerskinderen defileren voor de autoriteiten. De directie heeft de oudste mijnwerkers een diner aangeboden. De mijnwerkers op hun beurt boden de directie een groot glas in loodraam aan. En die hele jubileumdag draaide in Egelshoven de kermis. Maar 24 uur later draaide de mijn weer, waar in de volgende 50 jaar begonnen.